Het schoonste van Vlaanderen. Voilà, daarvoor zijn we hier natuurlijk met z'n allen weer samen. Jan-Jaap van der Wal is erbij. Was het nou even over die jingle? Is dat dus dat is een Nederlandse vrouw? Jullie hebben een soort Nederlandse vrouw nagedaan. Nagedaan? Nee, het is een authentieke. Schoonste. Het schoonste. Schoonste van Vlaanderen. Je bent een Nederlandse man, dat paste wel, dacht ik. Ja, dat past inderdaad. Zei dat je kritiek hebt, dat je vindt dat dat niet kan, dat ik hier een grens overschreden heb, dan moet je het wel zeggen. Nee, helemaal niet. Jij overschrijdt geen enkele grens bij mij, Sam. Echt niet. Dat is goed. Ga je het hebben in het schoonste van Vlaanderen over Bart de Pauw? Nou ja, het was wel een rare week natuurlijk voor Vlaanderen, weet je wel. Inderdaad, Bart de Pauw en er gebeurt veel. En ik moet natuurlijk ook een heel klein beetje kritisch zijn. Kijk, wat ik altijd zo mooi vind aan Vlaanderen is dat jullie nooit helemaal meegaan in de hyperigheid van dingen. Dat jullie altijd de nuance zoeken. En dat jullie zo streng zijn op de taal, snap je? En of het nou over Bart de Pauw gaat of over Kevin de Bruyne. Woorden zijn ongelooflijk belangrijk. En ik dacht heel even kort dat ik toch even aantoon hoe snel het kan gaan. Oké. Bijvoorbeeld, hè, er was een conflictje tussen Bart de Wever en Wouter Beke. Dat is politiek is heel saai, maar daar gaat het niet om. Het gaat even om de woorden. En dan lees ik dus een bericht en er staat dan in: De Wever haalt fors uit naar Beke. Nou, dan verwacht je bloed. Hè, en dan zegt hij: een van de pijnlijkste interviews van de laatste jaren, wordt dan gequote. En dan hoor ik dit fragment. Wel, ik heb het interview van meneer Beke gezien. Ik vond dat een van de pijnlijkste interviews die ik heb gezien de afgelopen maanden. Snap je? Dan zijn het dan weer maanden. Dus dat verandert heel snel. En vervolgens kijk ik dan gisteren naar het VTM-nieuws en dan hoor ik dit. Waarom zegt Bart de Wever dan over een interview met Wouter Beke? Dit is een chockerend interview. Snap je? Zo snel gaat dat. Dus dat gaat van pijnlijk naar chockerend. Dus daar moet je mee oppassen. En daar waren jullie altijd zo goed in Vlaanderen. Nog een heel klein voorbeeldje dan. Mark Rutte, de minister-president van Nederland. Die heeft schandalige dingen gedaan. Die heeft namelijk in Nederland wordt er een bepaalde belasting afgeschaft, zodat grote bedrijven in Nederland blijven. En daar heeft hij dit over gezegd. Let op. Je ziet in België wat er gebeurt als je niet op tijd de bakens verzet. In België zijn op één bedrijf na geen grote internationale bedrijven meer. Dat heeft enorme effecten op de lokale werkgelegenheid. Wat een asshole. Smeerlap. Hier ga ik hem echt nog over aanspreken. Je blijft met je poten van België af. Wat is dit nou zeg? Nou, dus heel Vlaanderen stond natuurlijk ook zijn kop. Ook de politiek, hè. Dus dit heeft hij gezegd. Er is nog maar één bedrijf. Dat is allemaal niet waar. Maar goed, dan Van Overtveld. Dat is een minister hier in België. En dan lees ik, en die zegt dan, Van Overtveld is scherp. België afschilderen als een economische woestijn is enkele bruggen te ver. Ja. Nou, dit zegt hij. In de context van de burenrelatie die met Nederland toch normaalwijs zeer goed is, vind ik dat toch wel rover. Is toch scherp? Dat is heel scherp. Ja, bloed. Maar dit heeft niks met bruggen te maken en al helemaal niet met de economische woestijn. Dat heeft Rutte dus helemaal niet gezegd. En dan kijk ik gisteren weer naar het VTM-nieuws, hoor ik dit. Je bent ook minister van Economie. Als we de Nederlandse minister-premier Rutte mogen geloven, is het hier een economische woestijn. Was u ook verbaasd door zijn uitspraak? Ja, zeer, ook in het nieuws gehaald. Zeer verbaasd. Ja, zeer verbaasd, omdat hij het niet gezegd heeft. Nou, en zo worden woorden echt binnen enkele ogenblikken verdraaid. Dus laten we daar in godsnaam, in wat er ook nog gaat gebeuren, fier op blijven dat hier in Vlaanderen de nuance hoogtij viert. Nou, was er dan ook vrolijk nieuws waar ik vrolijk van werd? Zeker wel, Sam. Zeker wel. Want er is namelijk een bedrijf, die heet Frima. Dat is ook een internationaal bedrijf. En die maken Friese maaltijden. En er zijn dus deze week everzwijnballetjes uit de Aldi teruggeroepen. Everzwijnballetjes, want daar zou je ziek van worden. Maar is er iets wat goorder klinkt dan everzwijnballetjes van de Aldi? Ja, jij doet het nu lekker omdat het echt over de testikels gaat van die everzwijn. Nee, maar luister. Dit zijn ingevroren everzwijnballetjes van de Aldi. Dus stel je voor, je komt iemand tegen die zegt, ja, ik voel me echt ziek. Waarom? Ja, ik heb everzwijnballetjes van de Aldi gegeven. Ja, dan zeg je toch ook, ja, sorry, dat is toch echt een beetje je eigen schuld. Ik heb nog nooit voedselvergiftiging gekregen van überhaupt een woord, maar nu wel. Everzwijnballetjes van de Aldi. Het was sowieso een slechte week voor de retail, want het Kruidvat, ook al zo'n topbedrijf, die hebben namelijk de nieuwe cd van K3 gelekt. Schandalig. Ja. Meestal is het zo dat als je cd niet echt lekker loopt, dan komt hij uiteindelijk bij de Kruidvat terecht. Maar bij K3 doen ze het gewoon andersom. Dan ligt hij al meteen in de winkels. Hij lag naast de pijnstillers. En die hebben dus een week van tevoren al gelekt. Nou, dan de Lidl, om ze allemaal maar even te noemen. De Lidl in Temse, heb je het gehoord, Sam? Ik heb het gehoord. Het is iets met tomaten. Tomaten?
Tomaten. Kersttomaatjes. Er zijn kersttomaatjes in de Lidl in Temse en die zijn vergiftigd. Liggen onderin de kersttomaatjes liggen er kleine zakjes met gif. Dus er is iemand en die probeert kersttomaatjes eten uit Temse langzaam te vergiftigen. Dat is echt schandalig. En nu, ze zijn er bovenop gedoken natuurlijk. En ik zou zeggen, Mark Rutte, luister even mee. Werkgelegenheid in België, het bestaat zeker. Want wat gaat er gebeuren? Speurders zullen nu alle camerabeelden van de Lidl in Temse bekijken in de hoop dat die meer duidelijkheid brengen. Het parket Oost-Vlaanderen is ook op zoek naar de klant die de kersttomaten kocht en het zakje vond. Wie iets verdacht zag in en rond de Lidl van Temse, kan dat gratis en anoniem melden op het nummer 0800 30 300. Je kunt het... Een soort noodnummer gewoon. Ik weet niet of je vernomen hebt dat er ook rellen geweest zijn in Brussel dit weekend. Dus waar honderden Marokkaanse voetbalsupporters echt heel Brussel kort en klein hebben geslagen. Daar hebben ze niemand kunnen oppakken en niemand gevonden. Maar kersttomaten gaan ze vinden. En je kunt het anoniem melden. Dus Bart de Pauw zou er iets mee te maken kunnen hebben. Maar Mark Rutte, luister goed. Werkgelegenheid is in Vlaanderen zeker aan de hand. Dus de speurders van de camerabeelden van de Lidl zijn wat mij betreft het schoonste van de week. Echt goed dat jij er bent om ons dat toch op te wijzen, want ik ging ze gemist hebben. Ik ging ze volledig gemist hebben deze week.